Korps Politie Suriname heeft een aantal laptops en printapparatuur ontvangen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB. De apparatuur moet het werk van het KPS ondersteunen en vergemakkelijken. De schenking volgt na de ondertekening van een Memorandum of Understanding, MOU, de vorige week tussen de VSB en het KPS. De MOU heeft betrekking op het structureel aanpakken van de problematiek smokkelwaar. Volgens Stephen McAndrew, voorzitter van de VSB, is de overeenkomst getekend omdat het bedrijfsleven bezorgd is over de criminaliteit. U hoort ook politiecommissaris Darny Stolk, die aangenaam verrast was door de donatie van de apparaten. Maar uiteraard als VSB, als een organisatie die corporate social responsibility promote, zijn we bereid om in een later stadium, ook te kijken op welke andere gebieden we de politie kunnen assisteren. Want dat vinden we sowieso nodig. Dat vinden ondernemers in Suriname nodig. Want we merken het elke dag weer dat er sprake is van een zekere mate van verruwing van de criminaliteit. Ieder in Suriname heeft baat bij een Suriname dat veilig is. En als VSB zullen we dat altijd proberen om onze bijdrage daaraan te leveren. Ik zeg verrast omdat de tijd vanaf het moment van de teken van de MOU tot de overhandiging vandaag onverwachtbaar snel is geweest, om het zo uit te drukken. Het is nauwelijks een week terug geweest dat de MOU getekend is geworden. En vandaag hebben we al de kick-off, dus de start van het plegen van handelingen vanuit BAT en VSB naar het Korps Politie Suriname toe. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een welgemeende dank te betuigen. Sincere gratitude to BAT en de representatives of BAT en ook VSB voor deze schenking. En ik weet dat er meer komt. Het is heel erg belangrijk. Het is meer dan duidelijk aangegeven door meneer Brown wat eigenlijk de drijfveer is geweest om ook deze nodige assistentie te geven aan de politie in het algemeen, maar in het bijzonder de afdeling fraude. Volgens Christopher Brown, hoofd juridische en buitenlandse zaken van het tabaksbedrijf British American Tobacco Caribbean, heeft zijn organisatie opgemerkt dat er een explosieve stijging van de illegale handel in sigaretten zich voordoet. Niet alleen in Suriname, maar ook in de regio. Daarom vindt Brown deze samenwerking tussen de VSB en het KPS een goed initiatief. And we believe that this MOU between the private sector, represented by Mr. McAndrew, and the VSB with the police, is a significant step in the right direction in terms of tackling the illicit trade, as I said, not only in cigarettes, but also in all forms of contraband. Christopher Brown, hoofd juridische en buitenlandse zaken van het tabaksbedrijf British American Tobacco Caribbean. Hij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie van het KPS over smokkelwaar in Suriname en de donatie van laptops en printapparatuur door de VSB aan het korps.